Ik ben hier geboren en ik ben hier altijd blijven wonen dus, hier in deze streek. Hier kwamen wij altijd ravotten. Hier was plaats zat en plaats genoeg. Vroeger was hier het zand, de duinen, echte duinen. En ook deze dennen zoals we hier zien, de vliegden. Dus een prachtig voorbeeld zoals het hier vroeger was. De heide hoort hier echt thuis. Dat was hier vroeger allemaal een vlakte van heide. Dus dat was hier in deze tijd van het jaar, half augustus begon dat, begon de heide te kleuren en dat duurde ongeveer 3 weken, een maand. Dat was hier echt de purper heide. Vader had de abbeien, dus en kasten stonden bij ons thuis en naderhand ben ik daar getrouwd en mijn kinderen zijn opgegroeid. En toen heeft me echt die microop terug te pakken gekregen en ik ben op dan imker geworden. Vaders en bijen die bestoven natuurlijk ook een klein beetje fruit, maar de hoofddracht van die bijen was vanuit de heide. Want voor de rest, we zaten hier in de zandgrond, dus en daar groeide fruit niet zo heel veel. De heide, niet alleen de bijen, ik praat niet alleen over de bijen, maar hoeveel insecten vliegen hier op de heide rond als die terug herstelt. Dus als we gaan somtijds reizen naar de hei en dan zien we heel veel insecten. We hebben daarnet nog een mooie vlinder hier kunnen ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat achter een aantal jaren, als de natuur hier voor een gedeelte hersteld is, dat iedereen zijn meug hier gaat vinden. Dat het voor iedereen terug interessant is om hier nog meer komen te wandelen. Want je ziet hier, het is hier rustig, het is hier... In feite is dat hier een prachtig gebied. Duinen, bomen en dan heel veel natuur. En natuurlijk onze bijkers, onze insecten.